Laten we nu snel een lijstje maken. Wat willen jullie niet meer horen? All I do is win. Niggas in Paris. Niggas in Paris. Kodak Yellow ben ik ook echt zat. Maar die kan ik nog snappen. Maar het is nog niet eens een jaar. Kijk eens wel het gaat. Het is nog niet eens een jaar. ASAP for work. Die is klaar, man. Welke is dat? Gucci, down to the side. Nee, ja. Nou, ik snap het ook wel. All I do is win. All I do is win. Maar ja, en ding... B-Face van moet eruit, man. Maar draait die van? Ja, man. Ja? Alles met Fat Man's Coop moet eruit. Die Fat Man's Coop. Die track moet maar echt moet ik, nee, dat is geen aankantje. Ja. Je mag die original mag je draaien, buddy. Ja, die originele is gewoon. Maar soms bos je die originele en dan zie je mensen zo kijken en dan begint Fate Evans te zingen. En dan zie je zo kijken. Snap ze niet. Ze snappen het niet. Maar er zijn nog veel tunes. Normaal flash ik hier altijd veel met Drake en Tunes, Maar ik begrijp dat mensen Drake draaien, maar ik heb zoiets van... Ja. Laat hem even een keer buiten beschouwing. Ja. Godsplan. Ja, wat doe je? Ja, Godsplan, ja, dat is ook zo'n pokoe. Ik weet niet, man. Het is een soort Drake-effect. Er bestaat gewoon echt een Drake-effect in de clubs. Ja. Als Drake opkomt, dan? Iedereen gaat hem. Dat is toch wel op zijn DJ's draaien? Hotline Bling wil ik ook. Maar dat is meer persoonlijk. Behalve als het die ene mix is waar het overgaat naar Soulja Boy. Dat doet gewoon elke DJ. Ja, broer. Nee, man. Eén iemand heeft het ooit gedaan, was original. En toen heeft gewoon iedereen. Nee, man. Ik voel dat. Oké, maar stel één van die tracks. Oké, bijvoorbeeld ik... Waarvan ik ga nog eens zeggen. Be Faithful en die Nelly Pokémon moeten echt loose. Maar oké, stel je voor in een goede setting. Dus die set is zo tof. En dan wordt work gedraaid. Dan maakt het wat minder uit, toch? Ja. Nee, dan maakt het sowieso wat minder uit. Dus, maar het ligt ook een set. Als je het gebruikt als een soort reddingspokkel van... Ah, shit, ik moet nu turn-up, ik moet snel work draaien. Ja. Toch dan, ja. Maar als het gewoon... Ja, ze past sowieso. Ja. Maar het is meer de kritische luisteraar... hoe ik me dan zelf nu een soort van moet gaan bestempelen. Die kijkt toch anders naar. En daarom... Ja. Het is gewoon lastig, je kan niet iedereen tevreden houden. Dat is sowieso wel.